Hi. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Een hele goede middag, dames en heren. Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Calvin. En vandaag is het tijd voor iets zeer bijzonders. Namelijk, we gaan weer even iemand helemaal kapot maken. Kelvin, je mond is leeg, man, als je een video maakt. Vind je echt verschrikkelijk wat je doet, man. Ja, rustig aan, jongen. What's good, papies? Voordat jullie verder kijken naar de roast of Thomas, ga ik jullie even iets mededelen, namelijk... Ik heb geen shirt aan. En daarnaast is het nog steeds Kelsember, jazeker de maand, waarin ik om de dag een video upload op mijn kanaal, zolang jullie het aantal likes halen wat ik van jullie vraag. En vandaag in deze video is dat aantal dit. Zoveel duizend likes hebben we nodig. Dus als je de video nog geen duimpje omhoog hebt gegeven, doe dat sowieso. En dan halen we het aantal likes binnen 24 uur. En dan komt er overmorgen gewoon weer een spetterend nieuw filmpje. Jazeker. Abonneren zou ik waarderen. Veel kijkplezier. Let's go. Vandaag is het tijd om iemand te gaan roosten. Namelijk een jongen die ik al een tijdje ken. Het is iemand die hem wel eens een keertje verdient. Dit is een man die ouder is dan ik. Die best wel leuke dingen heeft gedaan in zijn leven. Die een groot YouTube kanaal heeft. Ik heb het niet over Giel. Ik heb het niet over Stefan. Ik heb het over Thomas van Stuk TV. En het geeft op zich al genoeg aan dat ik eerst Giel roost. Dan Stefan. En dat dan eigenlijk alle grote namen een beetje op beginnen te raken. En dat ik dan denk, oké, dan roost ik maar Thomas. Dus geef deze video vast een duimpje omhoog. Dat zou ik zeer waarderen. Wat ik ook zou waarderen is het feit dat jij kan abonneren. Ja. Maar goed, voordat we gaan beginnen met de roast wil ik jullie nog even één ding duidelijk maken. Allemaal let goed op. Luister aandachtig. Want dit is een roast. En een roast bevat soms grappen die best wel een beetje scherp zijn. Die misschien net over het randje gaan of misschien wel verder over. Maar het is een roast. Elke grap die jij vandaag gaat zien is goedgekeurd door Thomas. Mocht je nou relatief jong zijn, dan zou ik misschien adviseren om een andere video van mij te gaan kijken. Onthoud alsjeblieft, het is een roast. Daarom mag je grappen maken die je misschien normaal gesproken op straat niet zou maken tegen andere mensen. Dus dat is een beetje de context. Ik hoop dat jullie dat een beetje begrijpen. Maar ga genieten van deze roast. Hij is keihard. Ik ga Thomas helemaal kapot maken. Dames en heren, ik presenteer met trots de roast of Thomas van Stuk TV. That's me, man! Woehoe! Kan nu al niet meer stuk. Dit wordt echt top. We hebben het vandaag over Thomas van der Vlucht. Ook wel bekend als meneer Vervangbaar. Thomas denkt dat hij een derde van het Stuk trio is. Maar eigenlijk is hij gewoon die ene niets toevoegende vriend die niet zomaar kan ditchen. Thomas is zo vervangbaar. Vervangbaar? Hoezo ben ik vervangbaar? Als je een keer een Stuk TV video maakt met Thomas Cox, heeft gewoon niemand het door. Je kan mij niet vergelijken met Thomas Cox. Thomas is zo vervangbaar. Als je Thomas Cox tegenover Thomas van der Vlucht zet, dan denken ze allebei dat ze zich aan het aftrekken zijn in de spiegel. Nee! Nee! Nee, ik heb dit niet gehoord. Ik heb dit niet gehoord. Thomas is in al die jaren Stuk TV nooit veranderd. Hij is nog steeds gewoon een leuke jongen, seksverslaafd en overbodig. Nou, daar hoef je toch ook helemaal niks aan te veranderen. Ik ben gewoon mezelf. Nou, nu ik het er zo over heb, er is wel één ding veranderd door de jaren heen. Namelijk, vroeger werd Thomas in zijn kontje geneukt door Giel. En tegenwoordig wordt hij in zijn kontje geneukt door John de Mol. Lekker gedaan. Lekker. Kijk, hij is niet de slimste. Hij is ook niet de grappigste. Hij is misschien wel de knapste. Maar ja, dat ben je ook al vrij snel naast een kalende man en een zwerver. Trouwens, ik word helemaal gek van al die Thomassen op het internet. Het is echt niet normaal. Thomas Cox. Hou er even op over hem. Come on, man. I'm the one and only. Thomas van Grinsven, Thomas Bergen, Thomas de Stoomlocomotief. Godverdomme man, het lijkt wel alsof je automatisch succesvoller wordt als je Thomas heet. Behalve dan in het geval van Thomas Cox. Oh, dit lijkt wel een roast of Thomas Cox. Stuk draait gewoon allemaal om Giel. Dat is gewoon een serieus feit. Kijk, als je googelt op Thomas van der Vlucht, dan krijg je gewoon meteen bovenaan een artikel over Giel de Winter. Ik houd het bij bier en soms een jointje. Lekkere eigen carrière heb je, Thomas. Super knap gedaan. Ja, ik word er ook niet blij van als ik mezelf google. Nou doe ik het ook niet, maar er staat echt vreselijke shit. Afijn. Maar toch staat helemaal bovenaan nog wel een artikel over Thomas. Thomas van der Vlucht, ik ben de metroman van het clubje. Thomas, als je dezelfde naam hebt als een stoomlocomotief, dan betekent het niet meteen dat je metroman bent, oké? Okay? Voor mij ben je pas echt een metroman als je jezelf voor de metro gooit. Nu we het toch over Thomas de stoomlocomotief hebben. Jullie hebben wel één ding gemeen, jongens. Jullie zijn allebei constant aan de pillen. Kijk die doppen, jongen. Dit is niet normaal. Huh? Ga je lekker? Ja, ga lekker, man. Nou. Nah. Ik kan toch niet? Je kan dit niet doen, Kel. Ja, Thomas houdt wel van een pilletje. In zijn reet wordt hij geil van. Come on!
Maar goed, nieuwsflash. Jongens, jullie wisten dit misschien niet, maar Thomas is ook een soort van een klein beetje voor zichzelf begonnen. Namelijk onder de naam Hart. Elke donderdag om 5 uur. Juist. Oké. Lekker bezig, man. En dit is dus een van de grootste YouTubers van Nederland. Ja, ik heb wel tof shit gemaakt. Op dit kanaal doet Thomas allemaal stoere dingen. Dus skydiven, en dan gaat hij kitesurfen, en dan heeft hij het wintersporttestteam. Ik ben daar ook voor gevraagd, maar ik heb nee gezegd. Ja, ik zie nu pas dat dit gaat over skiën en snowboarden. Toen ik de woorden Iris Endhoven en testteam hoorde, toen dacht ik dat jullie gingen testen wie de meeste SOA's kon krijgen. Dat kan echt niet. En dan de trailer. Het is echt te geil voor woorden. Het is echt heerlijk. Kijk alsjeblieft mee en geniet. Het leven is een kwestie van tijd. Twee dingen zijn 100% zeker. Je wordt geboren en je gaat een keer dood. Maar wat doe je in de tussentijd? It's not how good you are. It's how good you want to be. Dit is de kutste voice-over ever. Thomas, ik weet dat je vaak dronken bent, maar je hoeft niet je voice-overs in te spreken terwijl je een kater hebt. Je kan er ook gewoon even mee wachten. Ik heb een kutstem. I know, maar het is wel gewoon me, weet je. Ik kan er niks aan doen. Het is wel gewoon interessant. Het is inhoudelijk. Hè? Zo'n keer is het wat anders. It's not how good you are. It's how good you want to be. Good in English zou in ieder geval nooit worden, Thomas. It's not how good you are, it's how good you want to be. Dat vertellen zij mij. Wie zijn zij? Alle vrouwen waar je ooit seks mee gehad hebt? Ah, schat, dat was echt lekker. Hè, wat vond jij ervan? Thomas, het gaat er niet om hoe goed je bent, maar het gaat erom hoe goed je wil zijn. Ik kan me niet voorstellen dat je ooit met die instelling een vrouw hebt laten klaarkomen. Maar oké. We gaan heel even terug naar die overheerlijke voice-over. Het is echt genieten. Soms gaat het kut. I don't need sex. Life fucks me every day. Echt, jongen. Thomas. Wauw. I don't need sex. Als jij dat zegt, dat is echt hetzelfde als dat een IS-strijder zegt. I don't need Allah. I don't need Allah. Deze vergelijking. Love it. Als je thuis zit, gebeurt er sowieso niks. Als ik thuis zit, dan gebeurt er genoeg, kan ik je vertellen. Nina! Ja. En zou je het wel willen weten? Dat zou misschien wel eens heel saai zijn. Dat zou misschien wel eens heel saai zijn. Jee, het is alsof je aan het voorlezen bent uit een kinderboek, Thomas. Maar goed, nu we het toch over hart hebben, laten we het eens hebben over iets wat echt hart is. Dat Thomas' opa fucking Sinterklaas is. Blijkbaar, die roddel leeft nog steeds voort. Ah, ik vind het wel mooi. Ik vind het wel mooi. Ik zweer het je, ik ben serieus. Thomas' opa, Bram van de Vlucht, is jarenlang de echte Sinterklaas geweest. Ik meen het. Hè, Thomas, dat moet ergens wel vertrouwd voelen, toch? Ik bedoel, jouw opa was stiekem een slavendrijver. En Giel behandelde jou altijd als een slaafje. Maar de appel valt niet ver van de boom, Thomas. Want jij en je opa doen eigenlijk precies hetzelfde. Het enige verschil is dat je opa strooit met bruine harde noten. En jij strooit met wit plakkerig spul uit je noten. Onder de gordel kan echt niet. Kan echt niet. Maar ja, ik maak wel mensen blij. Of vooral meisjes. Dus dat is het enige wat telt. Je lijkt hier echt gewoon op die voorzitter van zo'n studentenvereniging. Het is nou gewoon eenmaal een feit dat Thomas en zo'n voorzitter best wel veel gemeen hebben. Ze hebben allebei gladde kapseltjes, het blouseje net iets te ver open en ze maken allebei vieze filmpjes voor iets te jonge meisjes. Maar genoeg over dit studentending, laten we even doorgaan met iets wat nog meer genieten is, namelijk Thomas' Instagram. This is me, ready for a new adventure. Wat is dit? Hij moet er misschien avontuurlijk uitzien, maar dit is gewoon de gemiddelde outfit van een 15-jarige die naar Wuha Festival gaat. Kijk hoe je erbij loopt, maat. 27, maar ik voel me nog 17. I don't care. Dit hoort een vrouw in de overgang te zeggen. Niet een jonge god van 27, Thomas. Do what moves you. Yeah. Zo'n uitspraak maakt niet meteen je kookverslaving goed, hoor, Thomas. Even dat je het weet. Ik vond het zelf ook een hele slechte tekst. Maar ja, ik vind het juist wel grappig om dat toch te posten, want...
altijd zin in pizza. Jezus, je lijkt wel een 11-jarig kind die voor zijn eerst een tweet mag plaatsen van zijn ouders. Is er iets wat jij wel kan, Thomas? Ja. Er is één ding wat Thomas heel goed kan. Namelijk vrouwenneuken. Hey! Dat kunnen een hoop mannen ook niet, hè? Dat vind ik een mooi compliment. Dankjewel, Karel. Er zijn meer vrouwen hier in Amsterdam wel geneukt door Thomas dan niet. Ja, echt serieus. Thomas' vrienden durven gewoon niet meer hun nieuwe vriendinnetjes voor te stellen aan Thomas. Want op een of andere manier lopen ze de volgende ochtend altijd mank en ruiken ze naar Thomas' anus. Ja, ik kan nog wel even doorgaan. Ik bedoel, als je in Amsterdam aan iemand vraagt, heb je wel seks gehad met Thomas? Dan is het gewoon een retorische vraag. Een retorische vraag. Als je in Amsterdam iemand wil vinden waar Thomas het nog niet mee gedaan heeft, dan moet je serieus naar de Wallen. Daar lukt het Thomas gewoon niet om iemand het bed in te lullen. Want ja, ze spreken alleen maar Engels. And that goes not so good voor Thomas, hè? Conclusie, Thomas' lul is gewoon door iedereen aangeraakt. De enige lul in Nederland die vaker is aangeraakt, is Armo tijdens een moshpit. En als dat nog niet genoeg is, dan zijn de jongens van Stuk ook DJ's. Jazeker, tenminste, Giel en Stefan. Ja, echt hoor. Daar gaan we. Ja, jongens, ik doe gewoon geen reet. Echt hoor, Thomas draagt precies niks bij aan die hele DJ-show van hun. Het enige wat Thomas doet tijdens zo'n set is een beetje van dit. En een beetje van dit. Hier ruimt hij even wat rommel op, moet ook gebeuren. Hey! Hier doet hij even de vogeltjesdans of zo. Het is ook echt waar, ik doe echt geen kut. Hij probeert nog even een kerstliedje te zingen. Hij kent de tekst niet eens. Ik hoop altijd dat niemand dit ziet. Het enige waar Thomas goed voor is het opzuipen van hun rider. En dan vooral het drankje wat Thomas altijd per se wil hebben. Pussy juice van hockey sletjes. Hè? Stond het maar op onze rider. Nu we het er toch over hebben, nog iets waar Thomas wel goed in is. Hockey! Sletjes neuken. Ik dacht heel even dat je iets leuks ging zeggen. Ik dacht het gewoon heel even. Nou oké, geintje. Thomas is gek op hockey. Alleen toen hij voor het eerst een hockeystick kreeg, toen was hij wel teleurgesteld. Hij zei iets van, oh, dit is wel duur hoor, voor een dildo die niet trilt. Altijd als de jongens van Stuk ergens binnenkomen, dan is het altijd hetzelfde verhaal. Stefan is aan het roken, Giel is lelijk en Thomas is dronken. Maar Thomas is wel elke week één dag nuchter als hij weer in een potje moet pissen voor zijn wekelijkse SOA-test. Echt hoor, het is zo erg als PostNL een pakketje met spoed bij Thomas moet krijgen, dan sturen ze hem gewoon naar de GGD. Ik moest Thomas laatste keer langshalen bij de GGD en toen ik binnenkwam zei hij, joh, hey, doe alsof je thuis bent. Maar goed, hè, Thomas, hij voegt misschien niet zoveel toe aan Stuk. Maar ik vind zijn rol best wel duidelijk. Ik bedoel, door hem weet elke vader in Nederland wie Stuk TV is. Niet van YouTube, maar van de ontbijttafel. Als hij naast je dochter zit te eten, omdat hij er gisteren geneukt heeft. Snap je hem? Oké. Zo ziek. Thomas en ik gaan way back. Dat weten niet veel mensen. We kennen elkaar een hele lange tijd. Het leuke is ook, we zijn op precies dezelfde dag jarig. Ook al is Thomas 5 jaar ouder. Ja, ik weet het nog echt goed. Want wij ontmoeten elkaar op mijn verjaardagsfeestje. En toen ik 4 werd, werd Thomas ontmaagd. Dat is zo'n bullshit. Nee jongens, ik moet eerlijk bekennen, we zijn niet op dezelfde dag jarig. Ik spuit slagroom op 19 mei. En Thomas spuit zijn slagroom op 19 meiden. Het slaat helemaal nergens aan. Ja, het is gewoon algemeen bekend. Thomas houdt gewoon van kinky seks. Hij houdt gewoon van speeltjes, gagballs, latexpakjes, handboeien. Nou oké, bij Thomas zijn die handboeien niet echt om geil van te worden hoor. Dat is gewoon meer omdat hij elke vrouw aan zijn bed vastboeit. Omdat ze anders de volgende ochtend wegrennen als de GHB is uitgewerkt. Maar zo gaandeweg deze roast moet ik eerlijk bekennen dat ik nog iets gevonden heb waar Thomas goed voor is. Namelijk het zijn van naakt. Winterravage. Jaarverbod in bouwmarkt. Naaktfoto. Naakt in de supermarkt. Ik vind het gewoon grappig af en toe gewoon even lekker naakt rond te lopen. En andere mensen vinden het ook grappig, want dan kijken wel mensen naar. 2,1 miljoen mensen. Thomas gaat altijd naakt. Als er iemand van Stuk naakt moet, dan is Thomas daar om het op te lossen. Dit bewijst maar gewoon weer dat Giel een pooier is. Thomas, jij gaat naakt en hij verkoopt je aan een vieze oude man. Dit is niet gebeurd. Dit heb ik niet gehoord. Dit is niet waar. Dit is allemaal oké. We gaan rustig verder.
Heel even tussendoor, ik ken trouwens een goede mop. Hij gaat als volgt. Stuk TV en John de Mol zitten in een kamer. Zegt de een tegen de ander, ik heb een goed idee. Zegt de ander, wat dan? Zegt de een, hongerige wolven. Nou, dat was niet mijn idee. Hongerige wolven. Toen ik die eerste aflevering had gezien, toen moest ik gewoon echt naar de break-up video van Enzo en Dee kijken om me weer een beetje goed te voelen. Die naam ook. Hongerige wolven. Ondanks al deze negativiteit heeft Thomas nog best wel wat bijzonders op zijn naam staan. Hij heeft 358 knettergekke opdrachten gedaan. 900 miljoen totale views. En toch, hè, niet te vergeten, 2,2 miljoen meisjes ontmaagd. Oh jongens, ik heb echt genoten. Echt waar. Echt top. Thanks, Kel. Dank jullie wel. Tot de volgende. Merry Christmas.